Hoi, leuk dat je kijkt naar Lift Paragliding. Deze aflevering gaan we het hebben over SIF-trainingen. En je hoort het ook in de achtergrond. Daarom zijn we in Turkije op de Babadag. En dan vlieg je boven de Middellandse Zee. Ja, deze SIF-training kan best spannend zijn voor cursisten. Los, stop, stol, stol, stol. Iets hoger, Tim. Iets hoger, iets hoger. Action Paragliding geeft deze trainingen in het Nederlands. En tijdens deze momenten is dat best handig. Ja, SIF van oudsher staat dat, het is een Franse naam. Simulation d'incident en vol. Dus eigenlijk een simulatie van incidenten in de vlucht. Voor deze aflevering reizen we af naar Turkije. Olydeniz, om precies te zijn. De landing is op het strand. Heel bijzonder dus. Er zijn verschillende startmogelijkheden. De 1200 meter ligt het laagst en is bij bewolking vaak nog startbaar. Iets verderop vinden we de beroemde 1700 meter start, veruit het populairst. En de hoogste start is van 1900 meter. Vanaf deze positie vlieg je zo naar zee. Olydeniz heeft in de loop van de ochtend meestal een windje van zee. In het voor- en najaar is het iedere dag prachtig weer. De strandgasten flaneren op de boulevard. Precies tussen de landende paragliders door. En dat is een bijzonder spektakel om te zien. Merhaba, hoş geldiniz. De SIF-cursus van Action begint in het hotel. Het belooft een spannende week te worden voor de cursisten. Welkom allemaal, goedemorgen hier in Turkije. Jullie gaan allemaal beginnen aan de SIF. We hebben interessante en leuke haalbare doelen opgegeven. Action Paragliding geeft al bijna 20 jaar SIF-trainingen. En Angelique en Ronald zijn een hecht team samen. Wat we dadelijk gaan doen is proefhangen met het materiaal waar je mee gaat vliegen, maar dan met je zwemvest aan. Dan kleed je je helemaal aan. Je krijgt van ons een zwemvest, je krijgt van ons een drijvertje. Drijvertje maken we vast aan de noodschut. Zwemvest aan, helm op, porto en zo gaan we je inhangen. En gaan wij allemaal dingen controleren of het allemaal goed is om zo mee te vliegen. Voor er gevlogen wordt, moet alles gecontroleerd worden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Tim uit Utrecht vliegt al 8 jaar. Hij weet wat hem te wachten staat. Het is nou de tweede keer dat ik hem doe, dus ik ben altijd met veel plezier hier. Turkije is ook gewoon leuk om te zijn. De eerste SIF is blijkbaar bevallen en daarom komt hij terug bij Action. Je leert je schermkool veel beter kennen. Maar er zijn ook cursisten die voor de eerste keer deelnemen. Ja, heel belangrijk. Ik heb er eigenlijk veel te lang mee gewacht. Ik vlieg al vanaf 2007 en ik had het veel eerder moeten doen. De cursisten worden voorzien van een zwemvest en er is meer waarop wordt gelet. Oké, we gaan nou de noodschut proeftrek doen. Nou, die noodschuts die zitten soms heel vervelend, die zitten niet goed ingebouwd. En dat kunnen we dan hiermee tackelen. Daarom filmen we het ook trouwens allemaal. En dan kunnen we later terugzien wat misgaat. En de mensen die leren ook of ze hem in één keer moeten smijten of in twee keer. Olydeniz. Het is een bijzondere parkleidingspot. De parkleider wordt op zijn wenken bediend. Er is een hypermoderne gondellift aangelegd, welke de piloten in een kwartiertje naar boven brengt. En wees nou eerlijk, een berg van 2000 meter aan zee. Dat is natuurlijk bizar. De zee is ideaal om een SIF-training uit te voeren. Want mag er iets misgaan, dan trek je je noodschut en je landt op het water. Action heeft een boot klaar liggen die je binnen luttele seconden uit het water trekt. Het is uiteraard riskanter dan rechtuit vliegen. Maar je gaat dingen leren en daarbij ga je wel eens over een grens heen omdat je dingen nog niet beheerst. Maar dat is een leertraject. Dan trek je inklappen, goed vasthouden. Oké, laat hem gaan. En dan kun je wel eens een foutje maken. Dat je bijvoorbeeld toch een noodparachute moet trekken ineens. Wat je normaal met normaal vliegen 10 jaar niet nodig hebt. Oké, gaan we gewoon vol speed doen. Je hebt gewoon een lief scherm. Dan doen we dat ook boven zee, omdat je dan zachter neerkomt. Ook als je niet zo lekker neerkomt met een noodschut. Maar eigenlijk kun je wel stellen, alle manoeuvres die behandeld worden, is er geen eentje nodig dat je neerstort.
De cursisten zijn uitgebreid gebriefd. Vandaag staat onder andere de frontale inklapper of de symmetrische inklapper op het menu. Een spannende manoeuvre. Oké jongens, we staan hier op de start. Zoals jullie zien is het best een beetje druk, maar het valt nog mee. Die tandems die zijn vrij vlot weg. Gaan we ons zo klaarmaken in de startvolgorde die we besproken hebben. Nou, succes allemaal. Komt goed. Thank you. Het is druk vandaag op de 1700 en dat maakt de cursisten nerveus. Het is wel een beetje druk, of niet? Het is best druk. Dat is altijd wel hier, maar het komt en het gaat. Luc de Weert is ook in Olu Dennis deze week. En hij laat ons even de eerste manoeuvre zien. Onlangs werd hij wereldkampioen acroparagliding. Dus als iemand het kan, dan is hij het. Oké, de eerste manoeuvre die we gaan doen is een frontal. Ik hou mijn tokkels om mijn polsen heen. Ik pak mijn aatjes zo hoog als ik kan en dan trek ik ze zo hard mogelijk naar beneden. Je ziet dat Luc alle A's beetpakt. Daarmee trekt hij de voorzijde van het scherm dicht. Dan heb je eigenlijk de hele voorhand die naar binnen klapt. Of wat ook vaak gebeurt, is dat het midden naar binnen klapt en de tippen blijven open. Daar kan een aantal dingen gebeuren. Hij klapt in en hij gaat rosetten. Nou, dan leren de mensen dit weer te herkennen uiteraard en open te remmen met de remmen. Die zitten aan de achterkant. Ander ding wat kan gebeuren is dat deze voorhand inklapt. De piloot zwengelt naar voren, die komt er weer onder. En die rand die wil er gewoon niet open komen, die blijft erin zitten. Dan trek je ook weer hier aan de achterste ruis. Met een diepe pomp, pomp je hem open. Dan heb je je strekking weer en de vorm. En daarvan heeft de fabrikant bedacht, nou die moet gaan vliegen. We zijn terug op de 1700 en het is nu aan de cursisten. Maar die eerste start, die kan best spannend zijn. Aanremmen. Stop. Het pilletje eruit halen. Airborne is Corneel number 2. En Corneel, denk ook aan je in-flight checks. Goeie sessie. De wind is best wel pittig, wat pittiger. En hij is ook een beetje cross. En nou, die combinatie maakt de handling iets lastiger als je niet zo'n hele goede handling hebt. As usual, Superboy. Oké, Jorg, denk zo meteen aan je in-flight checks. Nou, je gaat dus zo die frontale inklapper trekken. Hoe doe je dat? We trekken alle A's met de felle ruk naar beneden en dan laten we meteen weer los. En direct los, hè? Ja. Met je handen ook mee bewegen. Ja. Ja. En wat doe je als die blijft plakken? Even pompen, ja. Even korte ruk aan de remlijn en meteen weer los. Want je ziet dat die open gaat. En dan rustig wachten dat hij weer gaat vliegen. Ja. Peter maakt zich klaar voor de symmetrische inklapper. De briefing is al geweest, dus alles is al in detail uitgelegd. Dus af en toe wordt hier nog wat dingetjes herhaald. Ja, in theorie is het makkelijk, want als je in de lucht hangt en je moet het doen, is dat altijd een beetje spannend natuurlijk. Dus. Is het een lastige oefening, vind je? Die frontal, nee, dat valt nog wel mee. Je moet wel even flink doortrekken. In het begin is het even zwaar, dus je moet een flinke ruk geven. Maar het is geen moeilijke oefening. Je hebt een klein kravatje aan jouw linkerkant. Eerst eruit. Is eruit. Ja, is eruit. Oké, netjes. Peter gaat de symmetrische inklapper uitoefenen met full speed. En dat maakt de oefening extra heftig en spannend. Okay, perfect. Luchtruim is vrij. Oké. Ga je gang. Als je full speed hebt. Trek hem maar in. Ja, kijk naar je vleugel. En daar heb je de snelheid weer. Peter komt veilig binnen op de boulevard. En de oefening die zit erop. Hoe ging die? Goed. Maar het zag er wel spectaculair uit, moet ik zeggen hoor. Ja, nou dat vond ik zelf ook. Maar in de lucht is het toch altijd wat spectaculairer als op de grond. Hè? Jij gaat zo de frontale inklappen doen. Weet je nog hoe die gaat? Nou, pak de remmen vast en je trekt de hele aanrijzers naar beneden. Zo te horen weet Tim wat hij moet doen. Maar de wind op de 1700 begint aardig aan te trekken. Ik hoor je gewoon. Tim is nog niet aan de beurt.
en hij ziet zijn collega-cursisten moeilijk wegstarten. En terwijl de wind toeneemt, neemt de druk voor Tim ook steeds verder toe. Ja. Stop, stop, stop. Rem naar beneden, rem naar beneden, rem naar... Oh, rem naar beneden, rem naar beneden. Stop, 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 stop. Parkleiding is voor een groot deel psychologie. De spanning lijkt Tim te veel te worden. En zelf starten lukt niet meer. Goed met Tim? Goed hoor. Beetje knoopjes leggen. Vind je het nog een leuke vakantie? Vakantie man, gezellig hè. Komt goed. Denk je ervan? Ik hoop dat er zo'n beetje een rustiger momentje is. Is het plan nu? Het plan is dat we toch even wachten tot Tim weer zin heeft om klaar te gaan staan. En dan wachten op een rustiger startmoment. Nee, niks moet hè, probeer je een beetje te zien. Dat weet ik. Ik kies altijd. Gewoon lastig. Ik kies mijn eigen moment. Ja, dat is ook heel goed. En dat moment lijkt nu aangebroken. Tim hier gaat ervoor en start prachtig weg. Oké, okay, Tim, pak maar even een koers richting politiebureau. Dan ga je speed trappen zoveel als je wil. Symmetrisch, dus half speed of full speed, wat jij wil. En dan trek je een symmetrische, lekker agressief intrekken. En dan direct van de speed af en hij blijft helemaal heel en je vliegt weer. Oké, okay, nog eentje. Dan gaan we weer speed vliegen. Alleen dit keer pak je alleen de middelste aas. Dus als je speed hebt, nou middelste aas. Ja, nou rosette niet eens. Fijn schermpje. Tim vliegt veilig terug naar de boulevard. En alles ging goed. Held. Lekker man. Lekker gevlogen. Die symmetrische inklapper maakte veel indruk. Ja, je hele scherm klapt in. Als je het heftig doet, dan heb je ook wel het gevoel dat je naar achter valt. En vooral als je het met speed doet, als je een beetje snel vliegt, dan voelt het alsof je tegen de muur aan vliegt. Maar het scherm lost het allemaal heel makkelijk op. Dus ik heb een hoge B'er en het eigenlijk nog steeds niet echt een probleem. Het is redelijk goed op te lossen. Een nieuwe dag met een nieuwe briefing en met nieuwe oefeningen. Afdaaltechniek. Nou, die zijn er meerdere. Als ik hier er zo twee mag noemen, dan is het stijlspraal en de B-stal. Die zijn erg belangrijk. En deze B-stal staat als eerste op het programma van vandaag. De B-stal, ja. Ja, die heb ik ook al eens een keer gedaan. Ik denk niet dat ik die heel veel zal gebruiken. En gewoon een plooi in je scherm trekken om recht naar beneden te vallen. Bij de B-stal trek je alle B-lijnen, die trek je naar beneden. Dan krijg je één grote plooi over de hele lengte van je scherm. Die stopt met vliegen en die gaat rechtstandig naar beneden. En dat is echt heerlijk, want je hebt geen G-krachten. Maar je kunt ook niet vluchten. Maar het gaat wel 8 meter per seconde omlaag. En daar is Luc de Weert weer, wereldkampioen acroparkleiding. Hij laat zien hoe het moet. Wat we hierbij doen is, we pakken de base vast en die trekken we helemaal naar beneden als afdaalmanoeuvre. We creëren daarmee heel veel zink en daarmee zullen we recht naar beneden vallen. Nou, als je ziet, stabiele beestal. Hij wil altijd een beetje klappen. Nou, en als we klaar zijn, releasen we hem en stoppen we de shoot weer. Dat is een hele goede oefening om af te dalen. Zeker als je gewoon geen andere keuze meer hebt. Het enige gevaar is, bij mijn scherm in ieder geval, dat die sneller in de rosette gaat. Als ik hem te diep doortrek, dan gaan die buitenste punten, die vouw naar voren toe om. Ja. En dat moet je voorkomen. Ik ben even naar de windsterkte aan het kijken. Er is een meetstation op de Babbedag. En dat hebben ze nu online gemaakt. Dus daar kunnen wij ook kijken. En dan kan ik kijken welke startplek het beste is. Ja.
De weersomstandigheden zijn perfect vandaag en Tim mag als eerste vertrekken. Oké, Tim. Gaan we beginnen met de beestel. Dus ga lekker rechtop zitten, benen binnenboord en dan met de remtokkels in je handen pak je de B-lijnen. Pak een punt ergens op de carabines of de lijnen ergens waar je flink grip hebt. Dan trek je ze naar beneden en zodra die achterover kiept, trek je 1 of 2 centimeter erbij. Dan hou je hem goed vast en dan kijk je naar wat je kap doet. Ga je gang. Ja, het is heel zwaar. Daar komt hij. En hou vast. Hou vast. Heel goed. Hij is heel mooi stabiel. Kijk maar eens boven je. Blijft ook zo. Nou, je moet even weten of jouw scherm het doet. Want niet elk scherm is daar fijn in. Tegenwoordig heb je high performance schermen. En die zijn weer gemaakt voor andere dingen. En die kunnen die beestel niet zo goed aan. Dus het is super om hier achter te komen van, kan ik hem inzetten als een tool? Of niet? Dan hoef je onder een boze donkere wolk niet na te denken. Dan pak je er iets anders om af te dalen. Ook Peter trekt zijn beest al. Een heel diep getrokken heb ik het idee. Hij is heel stabiel, dus is goed. Oké, kijk eens even op je vario als je die hebt. En als je dat gezien hebt, dan leid je hem uit. Dan laat je radicaal die dingen los. Peter staat weer veilig aan de grond. Maar die beestal, die vond het best spannend. Dan wordt hij best wel onrustig, moet ik zeggen. Ik vind hem eigenlijk toch nog wel lastig. Ik dacht van de vorige keer dat het redelijk makkelijk ging, maar dat viel me nu eigenlijk een beetje tegen. Dat hij een beetje onrustig wordt dan. De tweede afdaalmethode is de stijlspiraal. Ja, het gevaar van een spiraal, daar is best wel veel over te doen. Je krijgt in die draaiing krijg je heel veel G-krachten. Waar veel mensen niet op getraind zijn en sommige mensen niet goed tegen kunnen. Maar Action Paragliding wil hij wel op trainen. En daarom heeft het met Bart Adriaans een handige oplossing gevonden. Wij gebruiken in de training de Spiral Buddy. Spiral Buddy is een tool die neem je mee als zekerheid. Dat als jij tijdens een stijlspiraal toch bewusteloos raakt. Als je dan met je gewicht verkeerd hangt, dan gaan de beestenschermen door. Dan zorgt hij ervoor dat je eruit komt. En dan kom je weer bij bewustzijn. Olivier, een van de cursisten, wil ons graag een demonstratie geven van dit slimme apparaatje. Om dan te beginnen pak je de pin, die moet je dan niet direct laten vallen, en die hou je in je linkerhand. En dat is in dit geval mijn buitenrem. Zo, en als ik die nu laat vallen, dan gaat de container open. En dan ga ik nu mijn spiraal naar rechts inzetten. Een beetje rem. Als je flauw valt, dan laat je alles los. Zo ook de rode pin. Hiermee wordt een tweede parachute geactiveerd. Zoals je ziet is hij er mooi uitgekomen en ik ben ook direct uit de spiraal. Dat geldt vooral eigenlijk voor lange, slanke mensen waar het bloed verder naar beneden kan zakken. En wat ook scheelt, als je geoefend bent, je doet dat elke 2 maanden een keer die stijlspiraal, dat scheelt ook heel veel. De dag breekt aan in Olie Dennis. Een spannende dag. De laatste dag. En de staldag. Gaan we stoelstol doen? Oké. In het hotel worden de cursisten nog 1 keer goed getraind om deze lastige manoeuvre goed uit te voeren. Ja, de stol. Eigenlijk is dat gewoon, die paraglider is gestopt met vliegen. Dan heb je al die liftkrachten niet meer, al die dingen gelden niet meer. Het is een lap stof die naar beneden parachuteert. Ja, heel goed, dan begin je te vullen. Kijk naar je scherm. Hoger, nog wat hoger. Blijf ademen. Heel goed. Wat een spannende dag. Wat een spannende dag. Stol, stol, inderdaad. Ik denk de stol. De stol, de voelstol die net is uitgelegd aan mij. Dat het lastigste is. Het is de eerste keer dat ik hem ga doen, dus dat wordt wel spannend.
ja, het gaat allemaal wat wilder en hij vliegt niet meer, dus het is allemaal heel instabiel. Je trekt het scherm helemaal door. Dus ja, dat maakt het wat spannender. Nou, dit is heftig. En het is ook zeer onaangenaam, vinden velen. Ik vind het zelf ook niet prettig. Ik doe het niet voor de lol. Maar daar moet je even doorheen, want waar het om gaat, als je wat wil spelen met je scherm of heftige thermiek opzoekt of je gaat de acro kant op, dan is een stoel niet weg te denken uit je hele loopbaan. En gelukkig is Luc de Weert weer om te laten zien hoe je de stoel goed uitvoert. De volgende manoeuvre die we nu gaan doen is een hele belangrijke. Met deze manoeuvre kan je bijna elke fout op je vleugel fixen. Nou, ik heb de brakes in mijn handen. En wanneer we er klaar voor zijn, brake, 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 brake. Vleugel valt achter ons. Handen ietsjes omhoog. Op onze risers om stabiel te houden. En wanneer we klaar zijn, handen hoog. In een noodsituatie kan een stall een slimme oplossing zijn. Stel je voor, je gaat negatief. Dus deze draaiingen. Maar daarbij, die piloot van 80 kilo, die wordt naar voren gezwengeld. En daarbij krijg je ook, je krijgt dus deze beweging en deze beweging. Dus die piloot die weet gewoon niet meer waar die is, maar je weet ook niet wat moet ik nou doen om uit te leiden. Dus je doet eigenlijk een reset van je paraglider. Gewoon stol, allebei de remmen aan, dat je hem verhindert te vliegen, maar je verhindert ook verder te draaien en allerlei complicaties gaan eruit. Dan heb je een stabiel parachuterend ding, dat moet je wel even leren natuurlijk, en dat leidt je uit. Tim is onderweg naar de SIF-box en gaat de stal uitvoeren. En dat vindt hij best spannend. Boven het hotel op 1000 meter ongeveer. Ik vlieg via Cloud 9 naar het Schiereiland. Oké, maak je klaar. Lekker rechtop zitten, benen onder je harnas en lekker breed. En een wikkel links en rechts en dan ga je langzamer vliegen. Haal maar een keer adem. Nog een beetje. Oké, nou strek je armen. Lok je ellebogen tegen je zitje. Hou vast. Oké, nou vullen. Nog iets hoger. Kijk, hier heb je rust. Nog wat hoger. Een beetje backfly. Nog iets hoger. Je zit mooi in de backfly. Kijk maar. Oké. Hou steady je handen. Ietsjes hoger. Oké, laat me vliegen. Radicaal omhoog. En even ademen misschien. Mooi. Ik stel voor dat we het hierbij laten, Tim. Lijkt mij een goed idee. Ik kom lekker naar de landing toe. Alles is goed gegaan en Tim is een ervaring rijker. Careful! Zo, het is wat. Heftig. Heftiger dan verwacht. Ik ben een goed stuk naar beneden gevallen, maar ja, wel goed om mee te maken. Wat gebeurde er allemaal, joh? Nou, ik denk dat ik veel te diep zat met mijn remmen. Dus het scherm ging alle kanten op, heen en weer, omgekeerd, ondersteboven. En ik was het punt in het zoeken waar die weer ging vliegen, maar ja, dat had ik me veel lager voorgesteld. Ja. Maar ik moest veel verder omhoog met mijn handen en toen werd hij rustig en toen was eigenlijk het uitleiden viel heel erg mee. De SIF-training boven het water. Je leert je materiaal kennen en je kan dingen doen die je normaal gesproken in de bergen niet zo snel zou doen. Kortom, echt een aanrader. Nou, tot zover. Wil je ook een training volgen? Check even onze website. Daarin geven we precies aan welke scholen de SIF-training geven. Bedankt voor het kijken en veel vliegplezier. Woehoe!